Is het. Veel harde cijfers komen er meestal niet naar buiten over de Noord-Koreaanse economie. Maar dat die er slecht voor staat, dat is wel duidelijk. Elk jaar probeert de centrale bank van Zuid-Korea een beeld te schetsen van de situatie in het noorden. Het land dus van Kim Jong-un. Intussen ligt het rapport over 2018 er en correspondent Sjoerd en Daas heeft zich in die cijfers verdiept. Sjoerd, de verwachting was dat het in 20 jaar niet zo belabberd was met de economie van Noord-Korea. Is dat ook uitgekomen? Ja, het kan nog belabberder, zoals vanochtend gebleken. In 2017 was die schatting een krimp van 3,5%. En vanochtend hebben ze bekendgemaakt, staat er een min van 4,1%. Dat is de grootste daling sinds 1997. Noord-Korea zelf publiceert geen data over de economie. Dus dit komt, zoals je zei, van de centrale bank. Die baseren zich dan op informatie van de veiligheidsdiensten, andere bronnen in en rond Noord-Korea. Ja, en zoals uit dit rapport blijkt, is dat er nog altijd grote tekorten zijn in het land. Energie, te weinig olie, zijn grote problemen in de landbouw. En zoals je weet, Pyongyang of Kim Jong-un misschien beter gezegd, is niet in staat om zijn bevolking te voeden. Er is veel honger. Er is noodgedwongen wel iets meer ruimte gekomen voor particuliere markten, zeg maar, als je meer aardappels oogst. Dan dat je quota mist, mag je die zelf verkopen. Maar goed, dat is allemaal onvoldoende om de economie echt een boostje te geven. Ja, en los van die honger, zo lezen we verder in die cijfers, zien we ook dat de portemonnee van de gemiddelde Noord-Koreaan nog altijd slecht gevuld is. Gemiddelde inkomen komt nu uit op zo'n 100 euro per maand. Ja, en dat betekent dat de Noord-Koreanen gemiddeld nu zo'n 26 keer minder verdienen dan hun buren in het zuiden. Nou heeft Noord-Korea te maken met sancties, dat heeft te maken met die kernproef die ze hebben gedaan. Zorgt dat dan voor die economische neergang? Ja, los van droogte in het land. Ze hebben slechte oogsten gehad afgelopen jaar. Daar hebben ze pech mee gehad. Zie je eigenlijk op alle fronten dikke minnen die je direct kan terugleiden naar die sancties. Kijk je naar de export vanuit Noord-Korea naar het buitenland, dan lag die afgelopen jaar de helft lager dan in 2017. Ook de invoer van spullen uit het buitenland is fors gedaald. Er mag vrijwel niks meer aan het land worden geleverd. Behalve dan nog wat voedsel, wat culturele diensten, zeg maar. Noord-Korea is meester geweest tot nu toe in het omzeilen van de sancties. De handel in drugs, valse dollars, dwangarbeiders die het in verschillende landen laat werken om nog iets aan geld in het laadje te brengen. Maar wat je ook ziet in de cijfers van vanochtend is dat bijvoorbeeld de mijnbouw, en dat is wel een hele belangrijke industrie, als je dat afzet tegen de totale schaal van de economie, dan zie je dat het echt heel erg hard onderuit gaat. Nou ja, daaruit zou je kunnen afleiden dat bijvoorbeeld China, dat bijvoorbeeld Rusland, die tot nu toe nog wel eens een oogje dichtknepen bij de grens nog wel eens wat Noord-Koreaanse kolen kochten, dat die de treinen nu tegenhouden. De Noord-Koreaanse luchtpijp, zal ik maar zeggen, wat verder afknijpen, maar tegelijkertijd dan ook nog wel zorgen dat er een klein beetje zuurstof doorheen komt, om in elk geval te zorgen dat dat regime in Pyongyang niet omvalt. Maar die duimschroeven zijn behoorlijk aangedraaid dus. Toch is Noord-Korea niet echt bereid om te ontwapenen, zo lijkt het. Nou ja, nee, daar lijkt het niet op. Gisteren werd het vuurtje zelfs nog wat erger opgestookt met twee korte afstandsraketten die gelanceerd werden vanuit Wonsan. Een belangrijke basis waar Kim Jong-un ook afgelopen week nog op bezoek is geweest. Vandaag werd duidelijk in de Noord-Koreaanse staatsmedia datgene wat we gisteren al vermoeden. Dat het een directe waarschuwing is aan het adres van de Zuid-Koreanen. Ze zijn boos in Noord-Korea over het feit dat er toch weer militaire oefeningen gepland staan. Dus men wordt wel wat steviger in de bewoordingen, met name dan vanuit Noord-Korea. Mijt het dus ook niet om hier en daar wat speldenprikken, zoals die korte afstandsraketten, af te schieten. Terugkomend op je vraag dan, ja, het zijn vooral de mensen buiten Pyongyang die hard lijden onder de sancties, die honger hebben. Natuurlijk iets dat Kim ook gebruikt om tegen de internationale gemeenschap te zeggen van, kijk eens, miljoenen mensen lijden honger. Er moet sanctieverlichting komen. Maar zolang er in Pyongyang nog genoeg te eten is, zolang de elite, zeg maar, rond Kim Jong-un nog voldoende kan eten en een fijn leven kunnen hebben, ja, kan de dictator het nog wel even volhouden. En is het heel erg twijfelachtig of hij op korte termijn bereid is om echt substantiële stappen te zetten richting ontwapening. Correspondent Sjoerd en Daas over de situatie, de economische situatie, met name in Noord-Korea.